Mensen met een beperking die hebben hier dagbesteding en dan de leeftijd varieert van 20 tot 69 is het bij ons de oudste. Midden in Polder de Biesbos, langs de Noorderelsweg, ligt zorgboerderij De Veldlinde. Dit is een zorgboerderij voor mensen met een beperking en de andere zorgboerderij in Dordrecht is voor psychische mensen met psychische problemen. En bij ons is echt mensen met een beperking. Zij aangeboren, zij niet aangeboren letsel. Deze vrijdag is het druk, want er is een herfstmarkt. Nou, herfstmarkt is vorig jaar eigenlijk ontstaan. Toen bestonden we 5 jaar en wij willen graag meer bekendheid. Heel veel mensen in Dordrecht weten niet dat wij bestaan. En wij dachten als je kraampjes erbij doet, het staat feestelijk, het staat gezelliger. Dus de mensen kunnen intussen kijken wat onze hulpboeren overdag doen. Ze zijn er niet allemaal iedere dag, maar hier werken 20 hulpboeren. Zoals Christian, die veel te doen heeft. Die reden geven en de konijnen, de kippen, dan ga je in de schapen gaan voeren en we gaan ook wandelen met de paarden. En ze verzorgen de dieren en in de zomer werken we op het land en we doen tuinbouw en we doen dingetjes maken, dus dat is hun dagtaak. De hulpboeren vinden het hier geweldig, toch heeft Yvonne zorgen. Met de bezuinigingen op de WMO kunnen misschien sommige hulpboeren hier binnenkort niet meer terecht. Het vervoer wordt te duur voor wie verder weg woont dan 15 kilometer. En ook het dak op de schuur moet worden vernieuwd. Daar wordt al een paar jaar voor gespaard, dankzij giften en een deel van de opbrengst van de kramen op de herfstmarkt. De groente op het land wordt verkocht aan de groothandel. Yvonne wil hier ook een winkel beginnen. Sinds anderhalf jaar werkt mijn dochter tweeënhalf dag in de week bij mij. Maar als je alleen loopt, kan je niet een winkeltje runnen en op de groep letten, want dat gaat niet. Dus je moet echt dan gesteld staan en als je eraan begint, dan moet je ook zorgen dat het goed is. En niet als mensen komen daar dan zeggen van ja, ik heb nu geen tijd, kan ik ze even kopen. En de Noorderelsweg ligt ook niet bij iedereen vlak in de buurt. Toch mag iedereen hier wel komen kijken om de hulpboeren aan het werk te zien. Christian zit het liefst op het land. Bieten snijden, aardappels snijden. Bieten uit het land halen. Kan het bos opruimen. En daar word je hartstikke vies van. Ja, daar word je hartstikke vies van. Ja, zeker weten.